Sharon Stellaert, er is een onderzoek waaruit blijkt dat kinderen die veel buiten spelen een betere mentale gezondheid hebben. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor onderzoek is dat? Ja, dat is onlangs gepubliceerd in de Journal of Environmental Health. Dus dan hebben ze echt gewoon een wetenschappelijk tijdschrift waarin ze kijken naar welke invloeden zijn nou van invloed op onze mentale gezondheid. En wat ze hebben gedaan is eigenlijk een heel langdurig wetenschappelijk onderzoek waar ze mensen hebben gevraagd. Hoe vaak speelde jij als kind buiten? En voor de rest hebben die mensen dus ook allerlei vragenlijsten moeten invullen over hun mentale gezondheid. Overigens echt in heel veel Europese steden en ook in een hele diverse leeftijdsgroep van 18 tot 75-jarigen. En waar ze dus achter komen is dat hoe meer kinderen buiten hebben gespeeld als klein kind, hoe beter hun mentale gezondheid op latere leeftijd is. Maar Sharon, dit is een heel lang onderzoek, maar ik denk dat je het ook aan mij kunnen vragen. Ja, maar het punt is, wat doen we ermee? Hè? Want een klein voorbeeld. De gemeente Almere die heeft grote problemen in de jeugdzorg, om maar iets te noemen. Maar gaan met hetzelfde gemak alle buitenspeelplaatsen gaan ze weghalen. Ja. Hè, dus de vraag is... Ja, niet allemaal, maar een groot deel. Een heel groot deel wel. Hè? Ja. Dus dan af en toe dan vraag je je af van... doen we er wat mee met die kennis? En zo ja, wat ja, dan? Ik snap het ook wel in deze tijdsgeest hè, van een computerspelletje. Ja. De jonge kinderen die ik ken, die hebben gewoon een plaats in de kamer waar een computer staat. En dan zitten ze op zo'n heerlijke, relaxe stoel. Ja. En dan komen ze de hele dag niet meer uit. Op de telefoon en de iPad. En ze gaan nog wel naar voetbal of zo. Maar echt wat buitenspelen zoals wij dat deden. Dat wordt steeds meer moeilijk gemaakt. En daar zijn gewoon allerlei maatschappelijke invloeden spelen daarin mee. Om maar iets te noemen natuurlijk, dat heel veel kinderen na schooltijd op de buitenschoolse opvang zitten en dus niet buiten op straat, zeg maar, zijn. En ook daar kunnen ze natuurlijk buiten spelen. Maar ook dan zie je dat er veel activiteiten binnen worden georganiseerd. En het punt is dat daar altijd volwassenen bij zijn die de spelregels bepalen. Terwijl in het klassieke buitenspelen ben je juist als kind zelf aan het ondernemen, creatief bezig, spelletjes aan het uitdenken. Eigenlijk juist de ruimte dat er geen volwassenen bij zijn maakt ook dat je van alles kunt uitproberen. Ja. En dat is er steeds minder bij. En ik denk dat dat in dit onderzoek, dat het misschien nog iets te veel gaat over dat de natuur zo belangrijk is. Maar ik ken ook veel onderzoek. Nou ja, dat is het ook. Ik bedoel, vroeger gingen we boomhutten bouwen en klommen we in bomen. En als je tegenwoordig in een boom klimt, dan krijg je de boze buurman die zegt, kom uit die boom, want die boom die is 150 jaar oud en die willen we behouden. Ja. Terwijl vroeger kregen we een hamer en een spijker en dan mochten we zelf een boomhut maken. Ja, precies. Dus je hebt met meer te maken. Het is een hele soort van tendens dat mensen en bang zijn dat hun kinderen risico lopen, maar ook dat ze niet weten wat er gebeurt als kinderen buiten spelen. Hè? Dat ze het ook onveilig vinden in de buurt. Dus dat ze denken van maar als ik mijn kind buiten laat spelen, met wie of wat komt hij dan in aanraking? En ben ik dan als ouder wel goed bezig als ik zeg, nou, ga maar lekker spelen. Dus dit is wel echt, denk ik, een... Maar wat is de oplossing dan? Ik bedoel, moeten we de kids gewoon lekker naar buiten sturen? Nou, ik denk dat we spelen veel serieuzer moeten nemen. Dat meen ik echt. Ja, nee, want het gaat steeds over hoe we de kwaliteit van het onderwijs moeten verbeteren of hoe we de zorg moeten verbeteren, maar nooit over hoe we de kwaliteit van het spelen kunnen bevorderen. Maar hoe bevorder je dat dan? Door inderdaad niet zoals Almere dat doet, heel veel speelplaatsen weg te halen. Ja. Maar misschien minder, maar wel grotere en spannendere speelplaatsen. Overal, bedoel, ik zie een wipkip staan en een schommel en heb je het wel gehad. Maar misschien... Maar dan kun je ook nog nadenken over volgorde. Je kunt ook denken, ik ga eerst dat fantastische nieuwe ding bouwen en dan ga ik die oude dingen weghalen. Ja, nu, precies. Ja. Hè, dus dat zijn kleine dingen. Het principe van de oude sokken. Ja, precies. Dat zijn gewoon van die hele kleine dingen. En ook als je wil dat mensen meer in verbinding staan. In Spanje, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Ik was dus bijvoorbeeld afgelopen zondag op een buitenspeeldag in Zeewolde, waar kinderen met en zonder beperking dan met elkaar gingen samenspelen. Ja, was dat? Hebben we het ook al ik gehad. Vond het hartstikke leuk. Ja, er was echt heel veel te doen. Maar dat is dan bij ons bijzonder. Terwijl als je in Spanje bent, dan is spelen een heel ander fenomeen. Dan heb je echt op iedere boulevard tussen de winkels grote speeltuinen. Klopt, ja. Allemaal bankjes eromheen waar mensen elkaar ontmoeten. En ook daar wel een iets ander klimaat, hè? Laten we daar ook niet... Ja, maar dat maakt het toch niet uit. Vroeger ging ik ook met mijn laarzen naar buiten. Nou, ik moet wel zeggen, zomers speelde ik wel meer buiten dan 's winters, hoor. Maar is het overdekt voor de ouders waar ze kunnen zitten? Ook niet, weet je wel. Dus het zijn van die kleine dingen. En daar zit bijvoorbeeld ook... En ik denk ook dat wij buitenspelen organiseren. Waarom moeten we dat organiseren? Ja. Ik bedoel, organiseer 10 kinderen bij elkaar en zoek het lekker uit met z'n allen. Die vermaken zich wel. Die vermaken zich echt wel, hoor. Doe er een bal. En, maar wij moeten dingen gaan organiseren zodat de kinderen buiten kunnen spelen. Ja, maar kijk, als een heel grote beperking is dat ouders het niet durven toe te laten, dan kan het wel helpen dat je voor de ouders echt ontmoetingsruimte organiseert waar ze lekker met elkaar kunnen kletsen en dat de kinderen ondertussen kunnen spelen. Sharon Stellaert is hier. Sharon, nogmaals, goedemorgen. We gaan het hebben over Squid Game. Ja.
die serie op Netflix. Nou, vanmorgen was er wel nog het nieuws, hè. Record na record verbreekt dat op die zender. Of tenminste zender, op die streamingdienst, moet ik zeggen. Volgens mij is het 16 jaar en ouder. Maar je hoort alle kinderen van, nou weet ik het, 8, 9, 10, 12, die hoor je er ook al over. Zeker hoe kan weten. Dat? Ja, hoe kan dat? Het is echt gewoon het is niet alleen op Netflix een hit. Het is eigenlijk op alle sociale media. Dus ja, ook op TikTok en zo, hè? Precies. En ook allerlei games maken er verwijzingen naar. Bijvoorbeeld Roblox en Minecraft. Dus eigenlijk kun je er als kind, eigenlijk denk ik, als je als ouder weet dat je kind een mobiele telefoon hebt, ga er dan maar vanuit dat ze in aanraking komen met Netflix. Heb jij het gezien? Ik ben het nu aan het kijken. Ja, juist ook omdat ik dacht van, hey, als dit in het onderwijs nu zo'n ding is, dan wil ik wel weten waar het over gaat. Dus is het gevaarlijk? In de derde aflevering nu. Is het gevaarlijk voor kinderen als ze hier naar kijken? Voor kinderen onder de 16? Nou ja, ik bedoel, we weten nu al uit België en ook verschillende plekken uit Nederland dat kinderen dit dus naspelen. En dan in plaats van, want het is, ja, het is heel bijzonder, want er zijn allerlei kinderspelletjes worden er gespeeld. En op het moment dat iemand af is, dan wordt hij doodgeschoten. En op verschillende schoolpleinen vertalen kinderen dat van, nou ja, als jij af bent, dan krijg je gewoon een klap tegen je kop aan. He, dus dat gaat best wel ver. En dat is niet één incident. Dat gebeurt echt wereldwijd eigenlijk op allerlei scholen. Dat kinderen toch de grenzen opzoeken van wat kunnen we hiermee en hoe kunnen we daarmee spelen. En dan nemen ze dus ook dat geweldselement over. Waarom is dit nou zo'n succes, deze serie? Waarom, hoe verklaar je dat? Jij zit er zelf ook naar te kijken. Je ziet de aflevering 3. Ja. Dat klopt. Nou ja, het is ook het is interessant, denk ik, voor kinderen. Omdat er zit een spanningselement in, overduidelijk. En dat vertaalt zich nu ook nog naar hun leefwereld. Hè. Dus er worden dingen als Anne-Maria Koekoek, dat kent ieder kind, heeft ieder kind gespeeld. En dan dat geweldselement erbij. Dus het maakt het en heel goed te begrijpen voor hun wat zeg maar de spelregels zijn. En ook nog eens een keer dat het onwijs spannend is. En ook dat allerlei ouders zeggen, je mag het niet kijken. Nou, eigenlijk heb je daar alle ingrediënten al te pakken om het voor kinderen een hit te laten zijn. Plus dus dat er allerlei kanalen erop aanhaken, waardoor het dus ook heel dicht bij hen komt. Hè? Bijvoorbeeld TikTok. Nou, er is bijna geen basisschoolkind wat niet naar TikTok kijkt. Ja, wij hebben het ook geprobeerd. Ik ben eraan begonnen, aflevering 1. Ik denk na 10 minuten dacht ik van, ik heb geen idee waar dit over gaat. Dat is wel goed dat je aflevering 1 begonnen bent. Ja, dat is wel lekker. Ja, dat helpt. Nee, maar ik denk, dit is niks voor mij. Dat is helemaal niks voor mij. Maar sommige dingen begrijp ik dan ook niet. Dat zo uitrolt in de wereld over. In een maand tijd. Voor iets wat niks heeft gekost. Ja, maar er zijn ook allerlei coördinatie-effecten. Als ik zie op Netflix van trending en iedereen in jouw wijk kijkt, dan denk ik, dan ga ik ook wel mee. Snap je? Dus en ook als dan overal staat, in mijn geval, van ja, dit wordt op basisscholen gespeeld, dan denk ik als deskundige, oh, dat moet ik zien. Ja. En ouders die dan luisteren, dan denken, oh, dat gaat erover op allerlei radiostations, laat ik ook eens kijken. Hè? Ja. Dus dat zijn ook allerlei effecten dat mensen elkaar aansteken. Moeten ouders dit kijken, om te weten wat er in rond gaat? Dit kunnen ze natuurlijk op scholen niet zodanig naast. Er wordt natuurlijk op scholen, laten we even wel zeggen, niemand doodgeschoten. Nou, nee, maar een klap voor je kop hebben, dat vind ik al erg genoeg. Ja, precies. Dat daar zit, vond ik wel een interessant parallel proces in, want ik heb dan ook wel gekeken door de ogen van groepsdynamiek bijvoorbeeld. Er is een scène in die serie, dan zijn er twee deelnemers en die krijgen ruzie en één deelnemer maakt een andere deelnemer dood. En dan valt eigenlijk alles stil en dan kijken ze naar de leiding. Wat gaat de leiding, dus dat zijn die personen in die rode pakken, wat gaan die doen? Die moeten de grenzen stellen, die moeten bepalen dit gedrag wordt toegestaan of niet. En zij grijpen niet in, dus dat geweld wordt erger. En ik denk dat dit in scholen precies zo werkt. Kinderen kijken naar de leerkracht. Is dit toegestaan of niet? En zodra jij als school zeg maar je onpartijdig houdt en je denkt, nou, laat die kinderen maar lekker doorgaan, denk ik dat het heel snel kan escaleren. Dus schoolleiding moet tijdens het speelkwartiertje opletten. Absoluut. En als dat gespeeld gaat worden, gewoon eventjes erbij zijn, kijken, speelt dit? Hoe doen de kinderen dat? Ja. En erover praten met elkaar. Ingrijpen als er geweld wordt toegepast. Want doe je dat niet? Ja, dan denken kinderen, oh, nou, dit kan blijkbaar. En zie je soms ook dat het van kwaad tot erger gaat. Is het al eerder voorgekomen met series of met grote... Zit ik me af te vragen, hoor, eventjes. Ja, het gaat over rages, hè. Ik bedoel, als je kijkt naar Pokémon een tijd geleden, dat gaat ook zo. Dan zie je ineens allemaal mensen op straat rondlopen die beesten aan het vangen zijn. Het eerste wat je dan denkt... Ja, oké, maar dat begrijp ik dan nog wel een beetje. Maar het is nog iets onschuldiger ook, natuurlijk. Ja, dit is veel geweldiger. Eigenlijk is heel bruut. Dit is gewoon geweld. Maar kan het op lange termijn schade aanrichten voor kinderen? Dat ze hier op jonge leeftijd al mee geconfronteerd worden. Met het idee van, nou, je doet dan een spelletje. Als je verliest, dan word je doodgeschoten. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Dus hoe wij als volwassenen daarop reageren. En als je niet voldoende erbij blijft, denk ik dat het heel snel, en het lijkt het al, een eigen leven gaat leiden. Dus ook vraag aan je kinderen. Dit is niet meer te stoppen. Nee. Het is alleen maar nu de vraag, hoe ga je hiermee om? Precies.
Precies. En nou ja, ik denk echt van, als je kind een mobiele telefoon heeft, ga er maar vanuit dat hij het heeft gezien. Ga erover praten. Ik heb het ook vanochtend aan mijn stiefdochter gevraagd. Speelt dit bij jou op school? Ja, zeker. En wordt er dan ook geslagen? Ja, soms wel als de juf en meesters niet kijken. Weet je wel? Dus ja, vraag het maar gewoon. Ja. Ik vind het toch wel een beetje eng, hoor. Ja. Als ik eerlijk ben. Ja, maar waar stopt het, hè? Dat is een beetje. Maar hoe ga je er als ouder mee om? Ja, erover praten, dat is het. En ook van wat is echt en wat is nep? En waarom denk je dat dit... Ja, gewoon eigenlijk de vragen die jullie mij ook stellen. En daarover met kinderen in gesprek. En er zitten wel dieperliggende thema's in, hoor. Ik bedoel, als je misschien in de eerste of de tweede klas van de middelbare school zit, kan je best wel wat verder gaan. Hè, bijvoorbeeld, in welk opzicht speelt arm en rijk een rol in deze serie? Want dat zijn elementen. Ik bedoel, wie zijn er kwetsbaar? Dat zijn echt mensen. De allerarmsten, ze hebben schulden. Wat maakt dan dat zij geen keuzes meer hebben? Welk gedrag hebben ze laten zien? Dus dat ik denk van als je dit. Is dat het goede eraan ook dan? Nou, het is wat je er denk ik als verstandig iets, als volwassene dan toch nog mee kan doen, wetende dat ze het allemaal gezien hebben. Hmm. Dus als je, stel we waren 20 jaar geleden en er waren geen sociale media, had ik waarschijnlijk gezegd, joh, hou ze erbij weg. Ja. Maar nu weet je gewoon, dat is naïef. Dan kom je niet meer aan, dat gaat niet. Nee, dus ga er dan maar het beste van maken, denk ik, als leerkracht. En gebruik het als voer voor bijvoorbeeld maatschappijleren of burgerschapsonderwijs. Ja. Dus als je kind ernaar kijkt, ga erover in gesprek en verbied het niet, hè, want dat heeft toch geen zin, denk ik. Dat is bijna niet mogelijk. Als je het nog weg kan houden en ze hebben geen mobiele telefoon, zou dat toch een tip zijn, maar als ze dat wel hebben, gaat het dan maar over hebben. Want ja, dat zou naïef zijn om te denken dat ze het niet hebben gezien.